Vanuit het voormalige belastingkantoor, het gebouw met het betonnen gat in de hand, kijk je er rechtop. Laten we het Bella Vista noemen. Het stukje grond is groter dan je denkt. Er lopen enkele sluikpaadjes doorheen, maar veel gelopen wordt er kennelijk niet. Dicht begroeid met vanzelf gekomen vegetatie. Een rode klimloos die zomaar in volle bloei staat en nog wat opvallende soorten. Teunisbloem, ook in volle bloei, zwarte toorts, veel uitgebloeide lupine, roze laterus, veel geel-witte margrieten, de onvermijdelijke brandnetel en het geheel vol woekerende lage wilgen, weinig rotzooi. De A, onze stadsbeek, vormt de westgrens en in die beek een rottend bankstel waar een waterhoen schokkend omheen zwemt. Een nog zingende zwartkop zo half juli. Hommels, zweefvliegen, enkele koolwitjes, honingbijen en een paar zandoogjes. Zomaar een impressie. Natuur in de stad. Wie is het opgevallen? We kennen de wet op de ruimtelijke ordening. Elk stuk grond waar dan ook heeft een bestemming. Ook hier moet een bestemming op rusten. Welke? Lopend op zo'n sluippad toch de indruk dat de bestemming vergeten erop rust. Onze gemeente, de plantsoenendienst bijvoorbeeld, zou er wat aandacht aan kunnen besteden. Zeker zolang de echte bestemming nog niet geëffectueerd wordt. Zijn er bestemmingen? Woningbouw, industrieterrein? Of zou er een nieuwe moskee komen? De natuur deed haar best. Wat een spontane ontwikkeling, niet tegen te houden. Wat gaat hier gebeuren?